Het is weer tijd voor Henk in de keuken. Goedendag mensen, goedendag. Het is vandaag maandag. Nieuwe week. Het is vandaag. Maandag 13 december, de dag nadat Max wereldkampioen werd, Max Verstappen, wereldkampioen Formule 1. Volwassen mannen in tranen, iemand uit dit kleine land kampioen. Met kramp in zijn rechterbeen zorgde Max voor een wonder. Zo ging Max stapje voor stapje naar de wereldtitel Formule 1. Gefeliciteerd Max. Hartstikke mooi. De gekte kan losbarsten of is losgebarsten. Mensen kunnen ritueel het t-shirt van Hamilton verbranden. En Max in de armen sluiten als nieuwe wereldkampioen. Yes. Goed gedaan jongens. Spannend was het. Spannend tot de laatste. Tot de laatste snik. Tot de laatste. Het had alles van een jongensboek, zo zeiden ze. Volwassen mannen in tranen. Proficiat Max. De bekende symptomen. Hoofdpijn, keelpijn. Dus ik moet Henk helaas ziek melden vandaag. Ja. Is van Toos en Henk. Ja. Dus ja, het is gebeurd, een absoluut droomscenario, werkelijkheid. De kranten staan er vol van. En niet alleen in Nederland. Het is een echte prijs, een echte goede prijs. Het hele team was goed. Anders kan het niet. Formule 1, je zit wel alleen in zijn auto, maar het schijnt dus een teamsport te zijn. Het gaat over geld ook. Hoop geld. Maar ja, we hebben dit weer gehad. We gaan gewoon eens verder kijken, verder bladeren in het krantje. Het krantje is natuurlijk altijd het uitgangspunt van Henk in de keuken, de stentor. Met een krantenbezorger en ik heb er altijd eentje extra voor mij en dat is de stentor. Het was vandaag aardig goed weer. 9 graden bewolkt, niet koud. Hoeveel coronadoden telt Nederland tot nu toe? Is een vraagteken, hè? Nou, wat denk je? 20.000. 20.000 coronadoden. Wat zegt dat cijfer? Klopt dat wel? Hoe staat het er in deze regio voor? En wat is er aan de hand in Flevoland? Ja, een heel stuk in de achtergrond. Op de achtergrond van corona. Heer de zwaar getroffen. 2020 en Stappost in 2021. Dus wat staan trokken weer? 20.000 coronadoden. Maar Max is kampioen. Dit was hem weer. Hopelijk met morgen meer beter nieuws.
Henk in de keuken zit er weer op voor vandaag. Nieuwe werkweek is begonnen. Hou je haaks. Hou je gezond. En tot morgen. Doei doei.